Het is nog een beetje vroeg, maar het is bijna Pasen. En dat is gewoon een goede reden om mensen te vragen wat ze nou eigenlijk van paas vinden. Of wat ze, ja, wat ze gaan doen, of wat het voor hen betekent. Ga je mee? Wat betekent Pasen voor jou? Nou, ik heb eigenlijk niet zoveel met Pasen. Ik heb wel een vriend die gelovig is, dus hij viert wel Pasen. Dus ik ga daar ook een paasontbijt doen en lunchen met de Pasen, een beetje uitgebreid en zo. Pasen betekent voor mij eigenlijk een vrije dag. Ik heb er niet heel veel mee, omdat ik zelf... Ja, ik weet eigenlijk ook niet heel erg wat het inhoudt. Pasen is voor mij toch wel de opstanding van Jezus. En... ja, ik ben zelf christelijk opgevoed. Ik ga niet meer naar de kerk, maar het heeft voor mij toch nog wel enige betekenis. Het heeft iets met eieren te maken. Ik heb niet zoveel met Pasen. Ik ben wel gelovig opgegroeid, maar na het overlijden van mijn moeder ben ik daar wat minder mee bezig mee geweest. Pasen is voor mij een familiefeest. Wat mijn grootouders gelovig zijn. Vier ik altijd Pasen mee en dan zijn we met de familie bij elkaar en lunchen samen. Ja, ik weet wel dat voor de vrijdag, dat je dan geen vis bijvoorbeeld, volgens de geloof, geen vis mag eten enzovoort. Pasen heeft te maken met Jezus, maar wat precies durf ik niet te zeggen? Vooral een vrije dag en voor de rest meestal wel iets met familie. Omdat mijn oma en mijn broer zijn allebei jarig op Goede Vrijdag en dat wordt meestal het weekend gevierd. Ik zou er wel wat over willen weten, dat zou ik wel leuk vinden. Nou, voor ons betekent het wel veel. Okay. En daarom zijn we dit eigenlijk aan het doen. Uh-huh. Dus delen deze dingen uit om mensen er wat meer bekend mee te maken. Okay. Het is alleen gewoon verwaterd. Ja. En het is niet voor mij alleen dat ik even gewoon even zelf in moet verdiepen om hier gewoon alles te doen. Zo dus naar de kerk gaan en zo. Maar ik zelf ben er nog niet klaar voor. Dus, okay. Voor ons betekent Pasen eigenlijk dat Jezus is opgestaan. Okay. En omdat we vieren doen we dit eigenlijk. Okay. We hebben voor jou dit, met paaseitjes erbij, wat je al zei, eieren. En een kaartje erbij waar je meer over het geloof kan vinden. Als je geïnteresseerd bent, kan je erop kijken. Is goed, ga ik even een kijkje nemen. Oké. Okay. Ja, we hebben veel mensen gesproken, veel uiteenlopende meningen en ervaringen met Pasen. Zelfs een christen ertussen, dus dat was erg gaaf. Ja, ze hebben alles in ontvangst genomen, het kaartje, de paaseitjes. Nou, hopen dat ze ook gaan kijken. Fijne Pasen!